Goedendag, ik ben Stijn van Bakshop en vandaag ga ik je vertellen over de Devine MX4 Mixer. En wat is dit een leuke mixer? Dit is namelijk een super compacte mixer, heel betaalbaar prijsklasse met heel veel leuke specificaties. Laten we het even overlopen wat die allemaal kan. Hier hebben we aan de bovenkant hebben we de alle in- en outputs. Nou, laten we hier bij de inputs beginnen. We hebben twee microfoon inputs. We hebben twee lijninputs op hetzelfde kanaal uiteraard uh, en we hebben op kanaal 1 en 2 ook een insert. En insert wil zeggen dat je een compressie tussen kunt douwen, een limiter, een gate, uh, een equalizer, nou, uh, allerlei randapparatuur kan hier nog uh, tussen gevoegd worden. Dan hebben we op kanaal een 3 en 4, uh, men noemt dat ook wel het stereo kanaal, uh, links en rechts uh, twee jack aansluitingen. En dat is met name handig voor een cd-speler, als hij uh, die, die nog heeft uiteraard. Uh, MP3-spelers, uh, nou, alles wat stereo uh, aansluiting heeft, kan hier dus op aangesloten worden. Dat zijn wat betreft de ingangen. Uiteraard hebben we ook een aantal uitgangen. Zo hebben we hierboven een tape-uitgang. Uh, ja, tape is een, een, een beetje een oud begrip, maar uh, laten we zeggen dat uh, dit een... Uitgang is op RCA en dat kan uiteraard uh, bijvoorbeeld een aantal tapeopnames zijn, maar het kan ook uh, een interface zijn die op RCA gaat of andere uh, attributen die RCA aansluiting hebben. Dan hebben we hier een AUX send en een FX send, daar komen we zo meteen op terug, want dat zit hier verwerkt in het kanaal. Uiteraard hebben we hier een koptelefoonuitgang en een stereo main uitgang op jack. Oké, okay, dan gaan we eens even kijken naar de kanalen. Zoals je aangegeven hebben we eigenlijk uh, drie kanalen, dus drie faders. Uh, waarvan twee mono en een stereo. En al die kanalen zijn een beetje hetzelfde opgebouwd. Zo hebben we hier aan de bovenkant de gain. Nou, de gain wil alleen maar zeggen dat je de volume van het kanaal dus aan kunt passen. Tot een niveau waarvan je zegt, van, nou dit klinkt aangenaam. Niet te ver, want dan gaat hij vervormen. Dan hebben we hier de penning. De penning heeft met een stereo te maken. Wil je iets meer naar links of iets meer naar rechts hebben. Het kan soms wel voorkomen dat je het gevoel hebt dat de rechterkant iets harder klinkt dan links. Nou dan kun je iets naar links pennen, waardoor je toch het gevoel hebt dat alles weer netjes recht staat. Dan hebben we hier de equalizer. Die bestaat uit drie banden. We hebben de, het hoog, het mid en het laag die je apart kunnen bedienen. We hebben daaronder hebben de oaks. Nou, de oaks zal ik even uitleggen. Uh, oaks is namelijk uh, bedoeld als een externe uitgang. Die je apart kan bedienen. Die wordt met name veel gebruikt voor monitoring. Dus om jezelf bijvoorbeeld terug te luisteren. Maar je kunt het ook voor gebruiken als je bijvoorbeeld een aparte subwoofer hebt die je per kanaal aan wil sturen. Of als je een aparte monitor voor jezelf hebt. Uh, waar je wilt afluisteren in een studio of, of andere toepassing. of als DJ. Dus... Ja, dat is dus een, een eigenlijk, je kunt op de Oaks dus een aparte mix maken die los staat van de Feders. Dus dat is een voordeel van een Oaks. Vervolgens hebben we daaronder de effecten, want we hebben ook nog uh, effecten erop zitten. En dat is eigenlijk wel vrij uniek dat je dat hebt op, uh, in deze prijsklasse. En dan heb je uiteraard onder de Feders. En de Feders zijn bedoeld om een uh, mix te maken die uiteindelijk over de Master gaat. Dan hebben we hier in de Master-sectie hebben we nog een 48 volt knop, dat is met name voor de phantom uh, of condensatormicrofoons bedoeld. Dus als je een condensatormicrofoon hebt dan selecteer je de phantom maar dan krijg je op kanaal 1 en 2 op de microfoon ingang, krijg je dus spanning. Die bedoelt dus voor de condensatormicrofoons. We hebben LED-indicaties, wat erg handig is. Het is maar liefst in zes segmenten opgedeeld. Uh, dat gaat tot uh, nul in het groen en dan gaat hij langzaam over naar de clip. Uh, ja, ook hier geven we altijd aan: probeer het uh, zoveel mogelijk in de 0 dB te houden en niet te veel in het rood. Dan heb je het beste uh, uitgangvolume. Dan hebben we hieronder de koptelefoonaansluiting. Nou, dat is duidelijk, hè? dat is natuurlijk het volume voor je koptelefoon. En we hebben een Master Oaks. Je zou kunnen zeggen dat dit de main Oaks is voor de balans op ieder kanaal naar je monitor toe. En we hebben de master effect. Wil je alle effecten in één keer uit hebben, dan is het kwestie van deze knop dichtdraaien en alle effecten zijn uit. En we hebben hier boven nog, ook die twee gele knoppen, hebben we ook nog de effect. Nou, je hebt hier de echo, hier doe je dus de, de intensiteit van echo. Dus hoe verder je hem opdraait, hoe meer echo je hebt. En dit geeft de lengte van echo. Een korte echo of een lange echo. Dus dat is wat je met deze twee knoppen doet. En samen kun je er eigenlijk best wel leuke dingen mee doen. Je kunt er echt mee spelen. Dus dat maakt het wel heel erg handzaam om in diverse toepassingen te gebruiken. Dan hebben we nog één ding die we niet benoemd hebben, wat eigenlijk wel erg leuk is. En dat is namelijk een MP3-speler. Zo kun je een USB-stick hier uh, rechtstreeks inzetten. En uh, is het dus mogelijk om gewoon MP3 hierop af te spelen, zonder dat je dan nog een extern apparaat ervoor aan te sluiten. En het werkt heel eenvoudig. Je steekt dat ding erin. Je drukt op play en hij speelt vanzelf af. Je kunt vooruit uh, de volgende nummer of een nummer terug en uiteraard kun je ook uh, stoppen of even pauzeren. En dit uh, signaal komt overigens terug op kanaal 3 en 4. Dus dat is deze schuif uh, en die, ja, die kun je dus weer mixen met het andere signaal. Zo is het mogelijk bijvoorbeeld een karaoke te houden zodat je toch een mooie mix kunt maken. Hier aan de achterkant hebben we uiteraard de voeding met de voedingadapter die standaard wordt meegeleverd. Het mooie is dat het een uh, hele degelijke constructie is. Dus je trekt hem niet zomaar eruit, want hij, je kunt hem hier met een schroefdraadvatting uh, vastzetten. Kijken we naar de constructie van de mixer, merk je dat hij gewoon netjes afwerkt. Hij is best wel robuust. Dus ook voor als je hem onderweg mee wil nemen, merk je dat hij best wel tegen een stootje kan. Dus hij zit constructief ook erg goed in elkaar. We hebben even een setup voor u gemaakt om te laten zien hoe makkelijk het eigenlijk is om een USB-stick hierin te doen en af te spelen. We hebben één uh, kabel op de rechterkant van de master-output aangesloten. Uh, en ik laat u ook even zien dat hij dus het signaal op kanaal 3 en 4. Terugkomt. Wat heb ik gedaan? Ik heb de master volume heb ik hier open gezet, want anders hebben we natuurlijk op de master geen geluid. En ik heb kanaal 3 en 4 iets opengezet. Zoals je merkt heb ik ook uh, de gain hier uh, bijna op drie kwart staan. Zo uh, om uh, netjes de juiste input volume te kunnen regelen. Ik heb de balans in het midden staan. Dus als goed is, moeten we een mooi signaal krijgen. We gaan op play drukken en we gaan eens luisteren. Resumerend kunnen we zeggen dat we een ontzettend leuk klein mixertje hebben voor echt weinig geld die ook nog eens ontzettend goed klinkt voor dat geld. He, zo hebben we dus als basis, want dit is de basis, we hebben nog een grotere variant, maar daar komen we in andere reviews nog uh, op terug. Twee microfoon ingangen en één stereo ingang. We hebben een mp3 speler erop zitten. We hebben een equalizer erop zitten. We hebben effect erop zitten. We hebben een monitor, dus een AUX-groep erop zitten. En we hebben phantomvoeding erop zitten. Dus eigenlijk alle basisattributen die je in een mixer nodig zou kunnen hebben, zitten hier standaard erop. Nou, dat maakt het natuurlijk uh, ontzettend breed toepasbaar. Uh, je kunt het voor repetitiedoeleinden gebruiken, voor uh, kleine bandbezettingen, artiest, bandartiest. Uh, denk maar aan bijvoorbeeld een artiest die in combinatie met een tape act uh, werkt. Maar je kunt het ook voor gradenzalen, auditoria, kerken, nou ja, alles uh, waar dat uh, bedenkbaar is, is dit gewoon bruikbaar. Die daarbij ook nog ontzettend goed klinkt.